Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups & Down. We hebben allemaal wel goed geslapen, maar ik denk dat hij een oorontstekentje heeft. Ik mag niet aan zijn linkeroor komen, dus ik heb gelijk even de dokter vanochtend gebeld, want met de oren neem ik echt geen risico. En om 9:50 mag ik met hem terecht. Dus dan gaan we gewoon eventjes met de bandage bende naar de dokter en controleren. En toen was papa alweer thuis. Ja. Kindje lekker aan het eten. Jordi gooit dingen op de grond. Houd bij je, jongen. Eén mond stoppen. Goed zo. Ik heb niet veel gevlogd vandaag. Ik ben voornamelijk met Liam bezig geweest. Met zijn oorpijn en dingen doen. En toen ze helemaal op bed lagen, had ik tijd nodig voor mezelf. Toen waren ze weer wakker. Dus ik heb even niet gevlogd. Maar ja, dat is dus de reden. En nu gaan we lekker eten. Smakelijk. Ik heb gedoucht met de kinderen. Liam zit even achter de tablet. Die is nog steeds niet lekker. Ik moet zo dadelijk even de keuken opruimen en alles. En de kindjes gaan dadelijk naar bed. En dan ga ik lekker aan mijn nagels beginnen. Even mama tijd. Even niks. Papa die let op. Papa heeft ook de luiers nu van Jordi opgeruimd. Even opruimen dadelijk. Zodat ik aan de gang kan. Is je bril af, jongen? Laat je nou scheetjes? Lekker een scheetjes laten! Een hele goede morgen. Ik heb gisteravond mijn nagels gedaan. Ik heb lekker gebabbeld met vriendinnen aan de telefoon. En we hebben de grootste lol gehad. Echt. Het was echt gewoon zo grappig. We hebben gelachen. En ja, we wonen een stukje van elkaar af. Dus dan is videobellen makkelijker. En ja, we hebben zo gelachen. Het was zo leuk. Maar goed, Niels die gaat vandaag kijken bij een van zijn nieuwe werkplekken. En die is nu zijn tanden poetsen. En die gaat dadelijk gaat hij daarheen en dan komt hij pas na 4:30 ergens een keer terug. Met Liam gaat het oké. Volgens mij werken de paracetamolletjes wel die we hem geven. Jordi die slaapt nog half. Hé jongen. Sammy die is ook wakker. Hey. En waarom moet je mama stampen de hele tijd? En ik ga zo Jordi verder wakker maken en zorgen dat hij een fles heeft en dat ik zijn luier verschoon. En voor de rest had Niels het al geregeld, dus ik ben blij. Zoals ik al wel eens eerder heb verteld, krijgt Jordi erythrocine. Dat is een antibioticum. Hij krijgt hem op zeer lage dosis voor maaglediging. En ik ga die nu aanmaken, want ik doe dat altijd zelf. Dus hoe dat ik dat doe. Dit is een poedervorm. En dan zorg ik altijd dat ik een glas water heb staan. Een groot spuitfles van 60. Even zorgen dat de lucht eruit is. Ik doe een heel klein beetje meer in. Dan zet ik hem op 60, want er moet
68 milliliter water in. Dus ja, je moet het een beetje precies doen. Dan heb ik hier 60. Die spuit ik erin. En dan vul ik hem aan tot de 8. Omdat wij altijd alles met spuitjes doen en de erythromycine, heb ik een spuitmondje. Krijg ik gewoon bij de apotheek erbij. Draai de dop erop. Draai hem om. En ik klop er een keer op zodat de poeder naar beneden valt. En dan ga je schudden. Heel veel schudden. Dan heb je een spuitje. En dan is het een kwestie van de hoeveelheid pakken die nodig is. En dit gaat dan de koelkast in. Ik heb ook de macrogol al met een beetje water aangemaakt. Dit gaat bij Jordi gewoon in zijn fles. Dit werkt voor Jordi het beste. Als het voor jou anders werkt of voor jouw kind anders werkt, is dat ook prima. Maar dit is in ieder geval met de chirurg en de apotheek en alles zo besproken dat ik het zo doe. Dus dat gaat in de fles. En ja, Jordi drinkt 's morgens altijd zijn fles op. Spuitje gaat er ook in. En een dopje erop. Bij Jordi doe ik dan niet schudden, maar doe ik dit. Dat het goed gemengd is. En dan gaat hij het geven, gaat hij het krijgen. Jordi heeft zijn fles nu niet op, doet hij wel vaker niet. Maar wat ik dan doe, ik zet hem bij het aankleedkussen neer. En ik wacht heel even 10 minuten. Dan ga ik hem helemaal verschonen. En dan krijgt hij zijn fles ondertussen dat ik dat aan het doen ben. En dan drinkt hij hem altijd op. Dus zo weet ik dat hij toch zijn fles altijd op zal drinken. Flesjes op. En Jordi is verschoond. Dus nu ga ik even was aanzetten. En zorgen dat dat ook allemaal gedaan is. Dat ik straks als Niels thuis komt de was kan gaan houden. Kindjes hebben inmiddels geslapen, behalve deze doerak. Die wilde niet slapen. Wacht even. Joef! Je hond moet even naar buiten. Wat heb ik hier nou aan? Hé, een los haar. Jordi wilde niet slapen. Jordi is nog steeds wakker. Dus hij zal vanavond wel op tijd naar zijn nest gaan, denk ik. Maar moet ik er even wel bij zeggen. Deze grote doerak is wel heel vrolijk. Ja, zo vrolijk. Ja. Ik ben wel heel blij al de hele tijd, hè. En lekker kroelen de hele tijd. Hij wil nou niet kroelen. Maar mama wil wel kroelen. Mama wil nou wel kroelen met jou. Oh, nou heb ik je. Kom eens hier, jij. Kom eens hier, jij. Niels is thuis. Hoe was het? Goed. En we eten pannenkoeken. Jong, 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 jong. Ik ga lekker al aan het smullen. Lekker al aan het smullen. De boel is weer netjes. De kindjes liggen op bed. Ik heb vandaag niet heel veel gefilmd. Want ik ben eindelijk ongesteld geworden. Fijne informatie, hè? Een kutpraat. Juist. Dat dus. We gaan lekker even smikkelen. En massa's kassa kijken. En morgen weer een nieuwe dag. Welterusten. Slaap lekker.
Een hele goede morgen. Jordi was net met zijn flesje bezig. Sam en Liam hebben het al gehad. Niels helemaal volgezorgd. Papa Niels... was al vroeg beneden. Ja, Niels was al vroeg beneden. Die moest natuurlijk naar Max Verstappen kijken. Hè? Maar ja, hè. Die was... Uitgevallen. Dus ja, shit happens. En ik ga zo naar boven toe opruimen. Oh, Niels, kun jij even het doekje gauw geven? Dus ja, ik ga zo boven beginnen en zorgen dat boven klaar is. En Niels gaat dadelijk ontbijt voor ons maken. Toch, Niels? Ja. Dus dat is wat we gaan doen. Zodat we straks lekker ook samen kunnen ontbijten met z'n allen. Ik ga dus boven beginnen en ik ga jullie meenemen. Dit. Is voor. En dan ga ik zo na laten zien. En nu heb ik alles opgeruimd. En ga ik het zo even stofzuigen dweilen. Ik hoef boven alleen nog maar eventjes de douche te poetsen. En dan is het klaar, want Niels heeft me geholpen met stofzuigen en dweilen. En ik heb de rest gedaan. Dit is ons ontbijtje. Lekker. Dan zitten ze hier toch allemaal lekker te genieten. Liam is lekker, hè? Jordi vindt het ook lekker. Sammy vindt het lekker. En we zitten zonder film. Ja, we zitten zonder filmpje. Dat is nou eenmaal lekker rustig. En nou is het hier weer schoon. Alles heb ik opgeruimd. En Niels heeft gestofzuigd en geteld. Nu ga ik de douche even poetsen. Nou, de douche is schoon. Niels wilde heel eventjes nog voor het slaapje met Liam de hort op. Dus lekker een rondje lopen met hem. Jordi en Sam, die zit hier, die zijn thuis. Ik ga zo eventjes de vaatwasser uitruimen, keuken opruimen en afmaken waar Niels aan begonnen was. Want ja, mannen, laten we het daarop houden. Laten we het daarop houden. In ieder geval, straks als ik naar de winkel ga, kleed ik me eigenlijk nog even om. Want ik loop gewoon hier lekker in mijn fotje rond. Eventjes lekker. En dan straks eventjes mijn eigen... fatsoenlijker maken, want ja, jullie zijn dit eigenlijk niet anders gewend. Ik heb even eten gemaakt. Niels die is met Liam naar verjaardag geweest. En omdat het heel druk is op die verjaardag, hebben we Jordi thuis gehouden. En Nelleke die is even op bezoek geweest voor, hoe heet dat, knuffel Doortje. Zo heet die toch? Dat is een knuffel om geheim aan te vertellen. En dat laat ik ook zo zien. Maar nu eerst gaan we even lekker eten. Jordi krijgt nu zo eten, omdat we ook zonder video aan het eten zijn. En dat gaat tot nu toe goed, hè, papa? De kindjes liggen op bed. Jordi slaapt nog niet. Maar ja, die zal zo wel slapen. Niels die is bezig met een bankje. Bijna klaar. Ja. En ik ga heel eventjes laten zien wat Jordi, Liam en Sam hebben gekregen. Deze heeft Sam gehad. Dit is een, dit zijn allebei konijntjes trouwens hoor. Maar deze heeft Sam gehad. En deze heeft Liam gehad. Het zijn twee konijntjes. Die heeft ze zelf gemaakt. Ik vind het hartstikke leuk. En Liam en Sam die waren er ook echt wel content mee. Die waren heel blij mee. Ik vind het heel leuk gedaan. Ik vind het echt heel leuk gedaan. En dit is de doos die Jordi heeft gehad. Ze heeft een winactie gedaan op Facebook. En daar had zij hem gewonnen. En dit is Doortje. Volgens mij is het ook gewoon het merk. En dan staat er hier, ik wil je heel graag troosten. Je verdriet met de knuffel doen verdwijnen. Zodat je op een dag een hele mooie glimlach ziet verschijnen. En dan gaan we de doos even openmaken. En tegen mij vertelde ze dat ze een knuffel had gewonnen. Dus ik denk, er komt een hele mooie knuffel. Maar toen deed ik dit dus open... En dit is dan dus de knuffel. Dit is echt een hele mooie knuffel.
En dan hierachter zit een zakje. Daar kan briefjes ingeschreven worden. Of iets van een rammelaartje of een geluidje of wat dan ook. En dan kan hij in ieder geval ermee knuffelen. Dus hij komt voorlopig bij mij en Niels in bed te liggen, zodat onze geur eraan zit. En dan gaan we even kijken dat hij eraan kan wennen. En dit staat er bij het knuffeltje. Hallo, wat gezellig dat ik vanaf vandaag bij jou mag wonen. Ik wil heel graag met jou spelen, maar alleen als jij dat ook wilt. Je mag me overal mee naartoe nemen en ik kan zelfs bij jou slapen. Hoe leuk is dat? Nu heb ik alleen nog een mooie naam nodig. Welke vind jij leuk? Laten we samen een mooie reis gaan maken. Vol spannende avonturen, mooie verhalen en leuke herinneringen. Veel liefs, Doortje. Dus het bedrijf heet Doortje. Maar nu moeten we natuurlijk een naam hebben voor Knuffel. Weet jij een leuke naam? Laat deze mooi in de reacties weten. Dan misschien kiezen we jouw naam wel uit voor de knuffel. En dan staat deze kaart erin. Met een hele tekst. En eigenlijk, eigenlijk is deze knuffel gewoon voor het feit voor kindjes die veel meegemaakt hebben. Er zat ook een boekje in. En er zit een dagboekje in. En er zat ook nog een super mooie rugzak in, waar dus die knuffel in past. Dus dan past hier de knuffel in en dan kan die nog van alles in de rugzak doen. Ik vind het helemaal geweldig. Ik vind het echt zo leuk. Ik wist niet dat het bestond. Ik weet het nu eigenlijk pas dat het bestond. En zij dacht ook echt alleen dat er een knuffel kwam. Maar dit zat er dus allemaal bij. Hoe mooi. Ik ben heel erg ontroerd dat zij dit heeft gedaan voor ons. Zij heeft natuurlijk de moeite genomen om mee te doen aan die winactie. En zij is uitgekozen. En dat ze die konijntjes heeft gemaakt en alles. Ik vind dat echt heel mooi. En zo lief. Niels deelt dezelfde mening, maar die is bezig met zijn dat. Dus maar weten jullie een leuke naam voor deze knuffel? Laat het ons weten in de reactie. En misschien gaan we hem wel zo noemen. Het bankje is klaar. Joehoe! Ik ben benieuwd waar Liam ervan vindt. Ja. Maar vooral Jordi, die het ook leuk vindt om erop te zitten. We gaan het zien. En Sam kan er ook wel op, denk ik. Ja, misschien net wel, net niet. We gaan gewoon kijken wat hij doet. Maar nu gaan we afsluiten. Inderdaad. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende.